Waarom ben jij nog niet op bed? Jij had al moeten slapen. Je bent hier op je kamer al een uur. En al die tijd dat jij hier bent, zit je maar te lezen. Morgen op school heb je slaap en kijk je zuur. Papi, dat moet u niet geloven. Ik ben de beste van de hele klas. Nou ja, de allerbeste, dat kan ik u niet beloven. Maar ik doe mijn best en dat is al heel wat. Je moeder dacht dat jij al sliep, maar ze kon niet weten dat je nog geen oog had dichtgedaan. Maar nu weet ik beter, meisje, en ik zal ook nooit vergeten dat ik meega als jij slapen gaat voortaan. Papi, dat moet u niet beloven, zoals nu zal het toch nooit meer gaan. Tenminste, dat hoop ik, al kan ik het niet beloven. Maar ik doe mijn best, daar komt het toch op aan.